Goedenavond allemaal, welkom bij Bodycheck, programma voor en met oud en jong. In het eerste team vanavond zit Annelies. Ze is 10 jaar, zit in groep 7 en er gaat geen dag voorbij of Annelies is aan het zwemmen of aan het turnen. Ze speelt samen met haar moeder Marianne. Ze is 37 jaar, huisvrouw en doet vrijwilligerswerk in de sportzaal, op school en in de kerk. Dit is het andere team, tenminste de helft daarvan. Shanna, ze is 10 jaar, zit ook in groep 7 en ze wil graag nog eens paard gaan rijden. Ze speelt samen met haar moeder Peggy. Peggy is 41 jaar en is sinds kort weer begonnen aan de studie psychosociaal werk. En dit is het tweede team vanavond in Bodycheck. En ze zitten er allemaal klaar voor. De twee teams bestaande, jawel, u zag het goed, uit allemaal vrouwen vandaag. Hoe zou dat toch komen, denk jij, Annelies? Ik zou het niet weten. Jij zou het niet weten. Ik heb een vermoeden, maar ik durf het niet te zeggen dat de mannen... Het zou ik niet durven, Shanna. Wat denk jij? Ja, gewoon. Ze durven niet. Ik denk het ook een beetje. Je hebt nog een tweelingzus, hè? Ja. Lijkt die veel op je? Ja. Is dat lastig of is dat leuk? Allebei. Wanneer is het bijvoorbeeld leuk? Oh, als, hoe heet het? Op school. Bijvoorbeeld? Nou, dan zeggen ze van... Bijvoorbeeld van, Jadé pakt even de rekenboeken. En dan bedoelen ze, nee, dat steekt mijn zus de vinger op, omdat ze iets wil zeggen. En dan zegt de meester bijvoorbeeld, Shanna. En dan doet Jadé de vinger zo naar beneden en dan blijft het stil. En dan zegt hij, oh nee, Jadé. Dus eigenlijk maak je gewoon een potje van eigenlijk. Ja. Het is nu al bijna uit elkaar te houden als je het vertelt. Kun je nagaan hoe dat in het echt moet zijn. Heb jij een tweelingzus, Annelies? Nee, alleen een zusje. Alleen een zus, die worden niet door elkaar gehaald. Nee. Met elkaar. Nou, weet je wat ik voorstel? Moeders en dochters, dat wij gewoon het spel gaan spelen. Vind je dat een goed plan? Ja. Jawel, iedereen knikt hier. Dus spelen wij de eerste ronde. Ik denk dat ik jullie weinig meer hoef uit te leggen. Zo'n eerste ronde in Bodycheck heeft te maken met dat speelveld met daarop 9 vlakjes. En je ziet het goed, dat is dus een oneven aantal. Nou, ik zeg het nog maar 1 keer voor de zekerheid. Daar zit ook een instinker in. 1 tweeling en 1 instinker. Dus 4 tweelingen en even bij 1 tweeling hoort een instinker. Dat is een plaatje in spiegelbeeld. Moet je maar even onthouden. Vooral de kinderen letten op de plaatjes. Ouders beantwoorden vragen. Wij hebben geloot. En dat lot heeft bepaald dat jullie aan deze kant mochten zitten. En dus mogen beginnen, Annelies. Jij mag als eerste een vraag gaan kiezen. Nummer 1. Nummer 1. Dat is deze vraag voor jouw moeder Marianne. Botontkalking, of met een moeilijk woord osteoporose, maakt de botten breekbaar. In het dagelijks leven moet iemand met deze aandoening bij elke handeling nadenken of er geen gevaar voor botbreuk bestaat. Wat kan iemand met botontkalking nou zelf doen om de gevolgen ervan te beperken? Is dat A. regelmatig wandelen, B. een glas rode wijn per dag drinken of C. zoveel mogelijk uit de zon blijven? A. A, denk jij, regelmatig wandelen, en dat is een goed advies van jou. Dat je zomaar even gratis aan ons geeft, want dat is het goede antwoord. Dat betekent, Annelies, dat jij opnieuw een vraag mag kiezen. Vakje 5. Vakje 5. Je hebt het plaatje net goed gezien, hè? Want het eerste vak, heel goed, heel belangrijk ook. Dat is deze. De 5e vraag. Bij overgewicht is de energieopname een tijd lang groter geweest dan het energieverbruik in ons lichaam. Het overschot aan energie wordt in het lichaam opgeslagen in de vorm van vet. Dat kennen we allemaal. Hoe groot is de kans om zelf te zwaar te worden wanneer je een kind bent van te dikke ouders? Is dat A, wat denk je, 5%, B, 50% of C, 75%? Ik denk B. Jij denkt B, dat je dan een kans van 50%. Nou, je hoort het aan het geluid, is niet het goede antwoord. Vraag bewaren we, want we spelen zo meteen de herkansingen. De beurt gaat over en ze wordt er helemaal blij van, zie ik. Shanna, welke vraag wil je hebben, Shanna? 7. Vraag 7. Zit er nog een gedachte achter dat je dat kiest? Nee. Nee. Nou, eerst die vraag maar eens horen, denk je. Dat is deze. Wanneer je letterlijk een brok in de keel hebt, is er iets blijven steken. Maar je kunt ook op een andere manier een brok in je keel hebben. Wat kan dan de oorzaak zijn van het feit dat je zegt, ik heb een brok in mijn keel? A. Stress. B. Vochtgebrek. C. Een oorontsteking. Stress, denk ik. A. Jij denkt stress. Heb je een brok in je keel nu? Oh, vreselijk. Leuk, hè? Lekker brokje zo in je keel. Moet je een beetje hebben, want we hebben al eerder in Bodycheck gezien dat stress soms heel goed is. Shanna. Oh, ja. Vakje 2. Ja, je moet er wel bij blijven, hè? Niet afgeleid worden door andere dingen hier. Dat is deze. Mensen die in moderne gebouwen werkzaam zijn, kunnen klachten ontwikkelen als hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid, geïrriteerde slijmvliezen, oogirritaties en noem maar op. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten wanneer men het gebouw verlaat. Welke term gebruikt men nou om deze verschijnselen te beschrijven? Is dat A. first floor syndroom,
B. Münchhausen-syndroom of C. het sick building-syndroom? C. C. Nou, ik heb het vermoeden dat je het al wist. Zelfs al had ik de antwoorden niet gegeven, dit komt je bekend voor. Heb je er last van ook? Nee hoor, nee. Hier ook niet, hè? Nee, hier ook geen niet. Enkel last van sick building-syndroom hier. Shanna. 8. 8. Dat is een mooie vraag, hoop ik, voor jouw moeder Peggy, want dat is deze. Kijken we eerst maar even mee naar dit leuke filmpje. Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht, maar de man die er hier een opzet, heeft die zeker nodig. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen. Ja, het is maar even dat je het allemaal weet. Nou, deze vraag daarbij. Het dragen van autogordels bevordert dus de veiligheid en ook de toekomstige gezondheid van de automobilist en zijn of haar passagier. Het dragen van gordels op de voorbank is al jaren verplicht, maar de vraag is, hoe zit het nou met het dragen van autogordels op de achterbank? Dat is A. verplicht op de achterbank, B. tot 12 jaar verplicht, of C. alleen bij aanwezigheid van gordels verplicht. Zeg wat? C. C. Alleen als er gordels zijn is verplicht, dat is het juiste antwoord. Dus als je gordels achterin hebt, moet je ze ook gewoon lekker omdoen. Shanna. 4. Vraag 4. Dat is een dus nog niet gestelde vraag en die luidt als volgt. Het spijsverteringskanaal begint bij de mond en eindigt bij de... Hoef ik jullie allemaal niet te vertellen. Daartussen liggen organen als slokdarm, maag en darmen die onder andere voor de spijsvertering zorgen. Maar hoe lang is het gemiddelde spijsverteringskanaal in totaal? Wat denk je? Is dat A. 3 meter, B. 5 meter of C. 9 meter lang? C. Je denkt C, 9 meter lang. En dat is een goed antwoord. Het is niet voor te stellen hè, dat het allemaal in zit. 9 meter lang. Shanna. Vakje 6. Vakje 6. Jullie gaan goed. Maar dat zul je zelf ook wel doorhebben. Deze vraag. De slaapbehoefte verschilt sterk van mens tot mens. Napoleon had aan 4 uur slaap per nacht voldoende. Einstein had ongeveer 10 uur nodig en een 1 maand oude baby slaapt behalve 's nachts ook overdag. De vraag is, hoeveel uur slaapt zo'n babytje nou gemiddeld per etmaal? Is dat A, zo'n 14 uur, B, zo'n 16 uur of C, 18 uur? C. Jij denkt C, 18 uur per etmaal. Nee, sommige ouders zouden denken, was maar waar, maar dat is dus niet het goede antwoord. Gaat de beurt gewoon weer naar de andere kant van de tafel en Annelies? Vakje 9. Kiest voor vakje 9. Nou. In de arbeidsomstandighedenwet, een heel lang woord, staat dat geluid boven de 80 decibel vergelijkbaar met een passerende vrachtwagen gevaarlijk is. In fabriekshallen waar machines voortdurend veel herrie produceren, worden werknemers verplicht om bijvoorbeeld speciale oordoppen te gebruiken. Bij een geluidsniveau tot 80 decibel mag men volgens de wet gewoon 40 uur werken. Maar hoe zit dat bij een niveau van bijvoorbeeld 83 decibel? Mag je dan 20 uur werken, antwoord A, B, 30 uur werken of C, 40 uur werken per week allemaal? Ik denk van B. Ik denk B, zo'n 30 uur bij 83 decibel is niet het goede antwoord. Gaat de beurt naar Shanna? Oh, vakje 3. Vakje 3, want dat is de enige vraag die nog niet gesteld was. Hooikoorts heeft eigenlijk weinig of niets te maken met hooi of koorts. Hooikoorts is gewoon een allergische aandoening waarbij het menselijk lichaam overgevoelig reageert op het stuifmeel van bomen, planten, struiken, grassen en onkruiden. We noemen ze even allemaal maar. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft eigenlijk last van deze allergie? A. Is dat 5% van de Nederlanders, B. 10-20% of C. Meer dan 30%? C. Jij denkt C, je zegt het vrij resoluut, maar is niet het goede antwoord. Je kunt soms een idee hebben en dan blijkt het toch niet zo te zijn in de praktijk. Dan, Annelies, welke vraag wil jij nog een keer gesteld hebben? Vakje 6. 6, weet je nog welke vraag het was? Nou, help ik je eventjes op weg. Dat was die vraag over de slaapbehoeften. En we hadden het met name over babytjes. Hoeveel uur slaapt een babytje gemiddeld per etmaal? Is dat A, 14 uur Marjan? Is dat B, 16 uur? Gemiddeld hè? C, 18 uur. Ik denk gemiddeld 16 uur, B. Gemiddeld B, 16 uur is ook niet het goede antwoord, 14 uur.
Dat is een beetje het gemiddelde, hebben we zo onderzocht en zijn we achtergekomen. Gaat de beurt naar de andere kant van de tafel, dus Shanna. Vakje 9. Wil je vakje 9, en dat is die vraag, nog eens een keer horen van mij over die arbeidsomstandighedenwet en die decibellen. Hoeveel uur mag je nou per week werken bij een lawaai van 83 decibel? Is dat 20 uur, antwoord A, antwoord B, 30 uur per week, of is dat gewoon 40 uur per week? A. Jij denkt dan maar A, hè? Je moet wat? Ja. En het is nog een goed antwoord ook. Bij elke 3 decibel meer boven de 80 decibel mag je nog maar de helft van de tijd onder die omstandigheden werken. Shanna, wat doen we? Vakje 3. Vakje 3 dan nog een keer. In de herkansing deze vraag over hooikoorts. De vraag was: hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft nou eigenlijk last van hooikoorts? Is dat A, 5%, B, 10-20% of C, meer dan 30%? B. Nou, van het laatste was je al net al af. 10-20% is inderdaad het goede antwoord. Plaatje is bekeken en we gaan natuurlijk, Shanna, naar vraag 5. 5. Nou, dat is deze vraag dan nog één keer. Ging over gewichtstoename en energieopname. Als je nou een kind bent van te dikke ouders, hoeveel kans heb je dan zelf om ook te zwaar te worden? Is dat A, een kans van 5%, B, een kans van 50% of C, een kans van 75%? C. C, denk jij. Dan heb je een hele grote kans van 75% om ook te veel gewicht te krijgen. En dat klopt helemaal, want dat is allemaal heel erfelijk. Dan is het hele veld gespeeld. Dan is het erg belangrijk wie er van jullie op dit moment voor staat en bovenaan staat wat puntenaantal betreft. Kijk even mee. Dan zien wij dat Marianne en Annelies op 20 punten staan en Peggy en Shanna staan op 140 punten. Dat, ja, dat zat er een beetje aan te komen, dat dat voordeel er zou zijn. Dat betekent, Shanna, dat jij nu als eerste de tweelingen mag gaan zoeken. Mm-hmm. Hou ook die instinker in de gaten. Ja. Dan zou ik zeggen, ga je gang. 9. 9. 1. Nee. Dat is nog even niet goed gezien. Gaat de beurt naar de andere kant. Annelies, hebben jullie er wel 1 gezien? 2. 2. En 8. En 8. Dat is er 1. Nou, en de instinker is 3. Dan moet je zeggen wat het is en waar die staat. Ja, snoepje. Ik weet niet wat het is. In spiegelbeeld. Hetzelfde wat je hier ziet, bedoel je dat? Ja. Want dat mag alleen, hè? Als die geweest is, mag je erin stinken eruit halen. Je zegt zo'n pilletje ook. In spiegelbeeld, laten we kijken op. Nummer 3. 3 en dat is helemaal goed. Kijk, wij zijn heel streng, hoor. Je moet alles precies horen. Mag je verder gaan met de volgende tweeling? 9. 9. En 4. En 4. De 2 neusjes, gaat ook goed. Nou, de volgende? 7. 7. En 5. En 5. En ook die is goed. En natuurlijk dan ook nog eventjes. 1. 1. En 6. En 6. En dat allemaal voor 40 punten per tweeling. En dat verandert wel eventjes heel veel aan de stand, denk ik. Want kijk nou eens even mee wat er gebeurd is. Dan zien wij dat Peggy en Shanna staan op 140. Maar Marianne en Annelies staan nu in één keer bovenaan met 180 punten. En met die aantallen, en dat zit toch wel heel dicht bij elkaar nog, gaan wij in de tweede ronde dus. Nou, er wordt nog aan alle kanten gelachen hier. Nog niemand is heel ontevreden, maar het wordt alleen nog maar spannender in die tweede ronde. Ja, ik hoor nog toch wat gezucht hier bij Shanna en bij de anderen. Speelveld is veel groter. 16 vlakjes hebben wij. Zie je allemaal in beeld zometeen. En jullie gaan ze bovendien allemaal zien, die plaatjes. Want je gaat eerst tweelingen zoeken en daarna gaat je moeder in dit geval de vraag beantwoorden om de beurt een beetje bij je te houden. Wie stond er onderaan op dit moment? Dat waren jullie nu. Dus mag jij, Shanna, beginnen. Concentreer je en kijk vooral heel goed naar de plaatjes. Ja, gezien allemaal? Ja. Wil je nog even leuk met me praten nu? Nee. Nee, Bert, dat wil ik niet. Nou, zou ik zeggen. Doe dan eerst de eerste tweeling maar. 15. 15. En 9. En 9. Kijk, en zo moet je spelen het spel. 40 punten verdiend. De vraag nu voor jouw moeder. Wat is waar over vis, Peggy? A. Verse vis bevat vrijwel geen vet. B. Een kwart van de Noordzeevis is besmet met salmonella. Of C. Het eten van vette vis is goed voor hart- en bloedvaten. C. C, denk jij. Tegen vele verwachtingen is dat een goed antwoord, want vette vissoorten zoals makreel, sardines en haring bevatten meervoudige onverzadigde vetzuren en die zijn goed voor hart- en bloedvaten. Nou, Shanna, ga verder. 4. En 2. 2. Je keek er heel angstig bij. Ja, maar het gaat niet. Wel goed. De vraag daarbij is deze. Wat is waar over spoelwormen? A.
De spoelworm komt in westerse landen meer voor dan in andere landen. B. Je kunt ook via een bloedtransfusie een spoelworminfectie oplopen. Of C. Vooral bij ouderen komen spoelwormen vaak voor. Geen flauw idee. Nou, zeg maar wat dan. A. A. Zeg je al schudden met je hoofd. Dat is weer het goede antwoord. Kijk, dat heeft te maken met het feit dat er in de westerse landen veel meer vlees gegeten wordt. En door het eten van besmet vlees kun je heel erg snel spoelwormen oplopen. Nou, de beurt blijft dus bij jullie. Shanna, je gaat steeds moeilijker kijken. Ja. Maar probeer het gewoon weer. 7. En 3. En 3. Kijk, en dat lijkt helemaal niet op elkaar. Dus gaat de beurt gewoon even naar de overkant nu. Annelies, heb je nog wat gezien? 1. 1. En 5. En dat zijn twee goeie. Nou, eens kijken of je moeder het ook zo goed doet met deze vraag. De vingerafdrukken van een, let wel, één eigen tweeling zijn A. Niet identiek, B. Vaak identiek of C. Identiek. A. A, zeg jij. En dat is het juiste antwoord. Nou, we zouden het even kunnen controleren aan de andere kant van de tafel, Shanna. Maar dan zullen we mijn zuster bijhalen. Dan moeten we je zuster bijhalen en die is er niet bij. Nee. Dus gaan we nu maar verder eerst met het spel. Jij mag weer een tweeling van dit bord afhalen. 8. 8. En 7. En 7. Nou, dat zijn heel duidelijk twee dezelfde bananen. Dus deze vraag daarbij voor jou, Marianne. Wat is waar over snurken? A. Slanke mensen snurken vaker dan dikke mensen. B. Snurken wordt onder andere in de hand gewerkt door alcohol. Of C. Rokers snurken minder dan niet-rokers. C. C, denk jij. Is niet het goede antwoord, zal ik je gelijk geven. Dat is B. Het is namelijk zo dat dikke mensen snurken vaker dan slanke. En door alcohol verslappen de spieren en dan verergert het snurken. Nou, waarschijnlijk hebben we er geen ervaring mee. Laat het daar maar ophouden. Nee. En je wist het daardoor niet. De beurt is nu aan de andere kant. Shanna. 13. 13. En 10. 10. Nee, nog even niet. Dan zit hij alweer te loeren naar dat scherm hier. Annelies. 11. 11. En 3. En 3. Inderdaad gezien, dan de vraag die daarbij hoort voor je moeder. Wat is waar over maagzweren? A. Maagzweren zitten voornamelijk in de slokdarm. B. Maagzweren zitten voornamelijk in de maag. C. Maagzweren zitten voornamelijk in de 12-vingerige darm. Ik denk B. Jij denkt B. Dat denk je? Fout. Het antwoord is C. In de 12-vingerige darm. Nou, dan gaat de beurt gewoon weer naar de andere kant. Het gaat zo lekker heen en weer vanavond. Shanna, wat doe je nu? 13. En 6. En 6, zeg jij. Dat is even 40 punten. Nou, die 40 punten die horen bij deze vraag. Wat is waar over bacteriën? A. Bacteriën groeien alleen in levende cellen. B. Bacteriën vermenigvuldigen zich doorgaans door dwarsdeling. Of C. 99,9% van de bacteriën is schadelijk. A. A. Komt er heel voorzichtig uit. Is niet het goede antwoord. Het goede antwoord was B. Bacteriën vermenigvuldigen zich doorgaans door dwarsdeling. Ik zal er niet te diep op ingaan nu. Maar ik ga wel naar de andere kant kijken. En dat betekent, Annelies? 16. Dat jij zegt 16 en? 10. En 10. Kijk, dat is een tweeling. Maar je moeder moet even de best doen nu, want er komt nog een vraag aan. Wat is waar over bananen, Marianne? A. Bananen werken stoppend op onze ontlasting. B. Bananen zijn rijk aan vitamine B6. Of antwoord C. Een geschilde banaan bevat geen voedingsvezels. A. A. Komt er heel resoluut uit. Is niet het goede antwoord. Bananen gaan in combinatie met voldoende vochtverstoppingen tegen. De banaan zit vol pectine en dat is een voedingsvezel. Nou, een beetje gelijk de uitleg weer erbij. Dan, ja, het is niet zo moeilijk voor je, Shanna, zeg het maar. 14. Ja. En 12. Tuurlijk, dan hoef je niet af te wachten of daar inderdaad een visje verschijnt, want dat kan niet meer missen. De vraag dan tenslotte bij dit speelveld is deze. Wat is waar over zonnebaden? A. De zonnebank bereid je goed voor op je vakantiezon. B. Door een t-shirt heen kun je verbranden. Of C. Bij bewolkt weer is een zonnebrandmiddel overbodig. B. B, zeg jij. En het is nog waar ook.
Bij een t-shirt, door een t-shirt heen kan 30% van de UV-stralen kan er nog doorheen dringen. Dus als je maar lang genoeg met een t-shirt in de zon loopt, verbrand je net zo hard. Dan is deze ronde gespeeld. Kijken we even naar de tussenstand. En dan zien wij, het gaat heel hard, maar jullie gaan erg gelijk op. Marjan en Annelies, 380 punten. En Peggy en Shanna, die staan nu aan de leiding met 420 punten. Hebben wij tijd voor nog een spel in deze ronde? En dat wordt dus wel even snel de ronde. Geen vragen, alleen maar tweelingen. Jij stond onderaan, Annelies. Was het maar net, maar je staat wel onderaan, dus je mag nu beginnen. Kijk goed naar eerste plaatjes. Dat waren ze. En ik ga niet praten. Ga maar gelijk noemen. 3. En 10. En 10. Dat is 40 punten en je mag gelijk de volgende proberen. 11. 11. En 1. En 1. Juist. Ga verder. 9. En 6. En 6. Dan wordt het moeilijker en lukt het even niet. Gaat de beurt naar de andere kant. Shanna zit al helemaal klaar. Nou, zet hem op, Shanna. 9. En 7. En 7. Dat is goed. 12. En 4. En 4. Nee, dan gaat de beurt weer naar de andere kant van de tafel. Zit er klaar voor, Annelies. 5. 5. En 12. En 12. Dat is goed. 13. En 6. En 6. Dat is ook goed. 15. En 4. En 4. Dat is ook goed. 14. En 8. En 8. En zelfs dat is goed. En dan ook nog... 2. Ja. En 16. En 16. En ook dat levert je punten op. Ja, dan doe je dat even heel goed in die hele snelle ronde, want kijk nou eens even mee naar de stand wat daarmee gebeurd is. De eindstand van deze bodycheck zien wij dat Peggy en Shanna op 460 punten staan en Marianne en Annelies hebben het enorm goed gedaan, vooral dat laatste stukje zeg. 660 punten. Helaas. Dan zet ik even een beetje mijn plechtige gezicht op naar jullie toe. Helaas, maar toch ook met veel plezier neem ik afscheid. Je vond het toch wel leuk om hier te zijn? Krijg je het paarvarken mee? Bodycheck paarvarken, 100 gulden. Doe er wat leuks mee. Bedankt voor het meespelen. En wij spelen dus de finale. En daar zitten we dan helemaal klaar voor de finale. Marjan en Annelies, het was tot nu toe al spannend, maar nu wordt het helemaal spannend. Ik kijk vooral even aan jou, Annelies. 660 punten, dat is een groot aantal, kan ik je vertellen. Van alle bodychecks tot nu toe is dat een bijzonder groot aantal. Kunnen 1000 gulden bijkomen en dan maken we van die 660 punten ook guldens. Dus bij elkaar kunnen dat worden 1660 gulden. Laat het even een beetje tot je doordringen. Is het doorgedrongen? Ja. Oké, dan gaan we het finale spel spelen nu. Je gaat zoals altijd voor de goede orde spelen op dit veld hier. Nou, je ziet het hartje in het midden, je hebt een leven bediend. Dat betekent dat als het een keer fout gaat, mag je gewoon verder gaan. Gaat het daarna fout, moet je moeder je redden met een redvraag. We gaan beginnen. Concentreer je en probeer eerst de tweeling eruit te halen. 1. En 3. En 3. Nou, dat is wel even niet het geluk dat je nodig hebt. Leven verdwijnt en je mag verder gaan. 8. 8. En 4. En 4. Nou, je hebt er heel veel gezien, maar nog niet de tweeling. Dat betekent dat jij nu de zaak zult moeten gaan redden, Marjan, met deze vraag. Wanneer je iets lekkers ruikt, heb je de neiging om de lucht diep op te snuiven om de geur nog beter te ruiken. Maar welk effect heeft dat snuiven nou eigenlijk? A. Meer geurmoleculen raken meer reukcellen? Of is dat B. De geurmoleculen raken de smaakpapillen? Ik denk van B. Jij denkt van B. En dat denk je niet. Nee, het is een beetje ingewikkeld, maar de geurmoleculen raken dan de reukcellen. Onthoud het voor de rest van je leven, maar voorlopig hebben jullie deze finale dus niet gered. Nee. Nee, zat je al een beetje te denken wat je met dat geld ging doen? Nee. Nee, dan moeten we het volgende even afspreken. Er komen weer nieuwe bodychecks en ik nodig jou en jou uit om terug te komen. En wie weet kan het dan nog veel mooier gaan eindigen dan het nu al deed. Dus ik wil jullie nu bedanken voor het meespelen. Gaat dan toch een beetje lachend de studio uit. Ik zorg voor morgen een paar leuke tegenstanders voor jullie. En dan spelen we gewoon morgen weer opnieuw bodycheck met nieuwe tegenstanders. En dus ook tegen Marjan en tegen Annelies. Wat mij betreft graag tot de volgende bodycheck. Dag allemaal.